and I don't wanna be bothered. Just want to be bothered with real love. Het is zover, de eerste dag van de RU Intro 2010 is aangebroken. Vandaag gaan we op zoek naar een dakloze eerstejaars, maar eerst kijken we met Pim naar de voorbereiding van de mentorpapa's en mama's. À peine trois jours qu'elle est partie, Juanita ne pas dormir. Elle n'avait pas cessé de le dire. Rien n'est jamais vraiment acquis. Croire en des trucs sans prendre la peine d'y réfléchir. Se parler de plein. Het is nu donderdag. De mentoren hebben zich vandaag verzameld op de campus. Ze krijgen allerlei trainingen. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met alcoholproblematiek in je mentorgroepje. Nou, dat klinkt al volop rumoer uit dit lokaal. Dus ik ga snel naar binnen om te kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Entretenir l'espérance. On croit que ça change, mais ça ne change pas. Des promesses, ça doit changer, mais ça ne change jamais. Malgré tout ça, c'est pas fini. Nou, jullie geven hier vandaag een aantal trainingen, toch een beetje een soort uber-mentor-moeders. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Bevalt heel goed. Een hele enthousiaste groep. In het begin is het natuurlijk wel weer even aftasten en mensen kennen elkaar natuurlijk niet. Dus het is gewoon belangrijk om meteen het ijs te breken. Wat is de belangrijkste les die je de aanstaande mentor, mamas en papas mee wilt geven? Nou, vooral niet echt belangrijke lessen, maar gewoon dat ze voor zichzelf een idee hebben wat er allemaal kan gaan komen. En ik wil ze niks meningen opdringen of zo, maar dat ze gewoon van andere mensen horen hoe ze erin staan en hoe het kan gaan lopen eigenlijk. Eline, waarom heb jij ervoor gekozen om mentor te worden? Ik ben geen standaard mentor. Ik doe mee voor de internationale studenten. En ik heb zelf een half jaar in het buitenland gestudeerd. Dus dat is de reden waarom ik nu mentor ben. Omdat ik het wel zelf heel leuk vond om de introductie als internationale student mee te doen. En ik denk, ja, daar wil ik graag wat voor terug doen. En vandaar, dat is de reden. Kun je vertellen wat jullie vandaag allemaal op deze dag allemaal gedaan hebben? Oh, dat is heel veel. Net was waren jullie bezig met een spel, geloof ik. We hebben eerst bijvoorbeeld allemaal, we zijn begonnen met gewoon een introductiespel. Wat je zelf zo meteen ook kan doen met je mentorgroepje. Van bijvoorbeeld met namen of ja, wie ben je nou, wat studeer je. En daarnaast ook van ja, welke voor problemen kwam je zelf tegen toen jij de introductie ging doen. Want ja, daar kan je op terugkoppelen als je zo meteen, ja, als je jouw kindjes hebt, om het zo maar te zeggen. Ja, zij kunnen die problemen ook zien. Nou zie ik hier op dat bord ook een aantal problemen staan waarvan ik denk, ja, zijn dat dan echt reële problemen? Net als diefstal in een groepje of een kind kwijtraken. Heimwee, komt dat allemaal voor? Nou, je weet niet of het voor gaat komen, maar als het voorkomt, dan is het toch wel handig dat je even weet wat je dan kan doen. Dat je niet denkt, heimwee is denk ik wel een probleem dat best wel regelmatig voor kan komen. En dan is het gewoon goed om te weten om even met iemand apart te gaan zitten en dat soort dingen. Ik denk dat heimwee nog best wel veel komend is. Maar diefstal is gewoon iets waarvan je hoopt dat het niet gebeurt eigenlijk. Maar het is toch wel zinnig om daar even, ook al is 10 seconden, te denken dat het eventueel zou kunnen gebeuren. Weet je al wie er in je groepje zitten of worden die namen pas zondag bekend? Nee, dat hoor ik echt zondag pas wie dat zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar ik kijk er zeker naar uit. Ik heb er heel veel zin in. We staan hier bij de informatiebalie en we gaan even kijken of we hier een dakloze eerstejaars kunnen vinden. Heb jij nog leuke mentorkindjes die op zoek zijn naar een kamer? Vannacht. Natuurlijk. Ja, nou, voor vannacht. Hebben iedereen wel al geregeld. Hebben jullie al een slaapplek voor vannacht? Ik wel. Ik heb een eentje kamer gevonden. Dus. Zijn enkele van jullie misschien nog op zoek naar een slaapplaats voor vannacht? Nee. Schade. Dan gaan we weer verder zoeken. Het wordt hem denk ik niet, Pim. Wij zijn op zoek naar een leuke eerstejaars die nog een slaapplek nodig heeft voor vannacht. Waar? Ja? Waar? Is dat er? Wie is het? Dat meisje met de groene? Oh, nee. Lotte. Waar is Lotte? Lotte? Ik zoek een Lotte. Zie je een Lotte? Daar is een Lotte. Lotte. Hoi Lotte. En wij hoorden dat jij nog geen slaapplek had. Klopt dat? Klopt. Mogen wij een leuk slaapplekje voor je regelen vannacht? Als dat gaat. Dat gaat zeker lukken. Vertrouw je op ons? Ja, oké. Oké. I have other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my brain. We staan hier in Nijmegen-Oost met onze twee dakloze eerstejaars. En we gaan even kijken wie het eigenlijk zijn. En daarna gaan we op zoek in deze straat naar een leuk kamertje voor ze. Wie ben jij? Hi, ik ben Lotte. En ik ga
dit jaar Nederlands studeren. Ik heb vorig jaar al kunstmatige intelligentie gestudeerd, maar dat was niet zoveel. Dus dan ga ik dit doen. En jij? Ik ben Sil. Ik ga dit jaar natuur- en sterrenkunde studeren. En ik kom van het HBO af. Hallo! Ik denk dat dit hem nu gaat worden. Next. So come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. Mag ik storen? Of ben je druk? Wij staan hier namelijk met twee hele zielige eerstejaars die nog geen onderdak hebben voor vannacht. We vroegen ons af of we misschien hier een kamer voor ze konden regelen. Voor mij gaat het niet lukken, zeg maar. Goeiedag, we zijn bij Kamps in Beeld. We zijn op zoek naar een slaapplek voor twee hele zielige eerstejaars die nog dakloos zijn. Kan ik bij jullie terecht? Zijn het jongens? Nee, het is één jongen en één meisje. Wij doen eigenlijk alleen aan jongens. Oké. Zeker weten, kan je niet een uitzondering maken voor ons? We zijn al zo lang op zoek. Nee, dat doen we niet aan, sorry. Twee hele zielige eerstejaars die nog geen slaapplek hebben voor vannacht. Deze twee, die daar zo heel zielig achteraan lopen. Het is voor één nachtje. Twee personen. Je zou ons echt super helpen. Ja, dat zou wel kunnen. You know how to live my life as it's meant to be. Dankjewel dat wij onze twee eerste dakloze jaars bij jou mogen dumpen. Waar denk je dat ze het beste kunnen bivakkeren? Zeggen, laat zien. We hebben genoeg ruimte. Dit is onze super genereuze gastvrouw. Stel je even voor. Hi, ik ben Jasmin. Ik ben 21 jaar. En ik studeer al 3 jaar in Nijmegen. En wat drijft jou nou daartoe om je gang aan te bieden aan twee zielige dakloze eerstejaars? Ik weet wel hoe het was. En het is niet leuk om als je gewoon terug naar huis moet of zo. Als je tijdens je introductie gaat stappen of zo. Dat gaat gewoon niet. Ben je tevreden? Ja hoor. Ik had niet veel beter verwacht of zo. Dus. Maar denk je dat jullie hier een beetje lekker kunnen slapen? Ja, ik verwacht wel, ja. Jij ook? Ja, we hebben ook gewoon onze eigen spullen bij. Dus dan komt het allemaal goed. Verwacht je van de intro? Wat denk je dat denk je dat je heel veel gaat stappen? Of dat je vooral een beetje rondkijkt is in de stad? Nou, ik denk dat het wel ook wel s'avonds zei dat het avondprogramma heel leuk is. Dus dan zal het ook wel uitgaan zijn. En ik zijn gewoon nieuwe mensen leren kennen. Dus dat is altijd leuk. Nou, het onderdak voor onze eerstejaars is geregeld. De eerste aflevering van Intro TV zit alweer bijna op. Maar we gaan eerst nog even kijken naar het dagboek van de eerstejaars met Lucas. Hallo, ik ben Lucas. Ik ga deze week voor de introductie een videodagboek bijhouden voor Campus in Beeld. Ik ben eerstejaars, ga politicologie doen. En iedere dag aan het einde van het Intro TV journaal zie je een minuutje van hoe ik de intro beleef, wat we gedaan hebben, wat we gaan doen. We zijn nu in de refter. We zijn in de rij voor de inschrijvingen. Zie mijn rij. Mijn rij is daar. We staan een kwartier te wachten en we staan nog steeds stijf achteraan. Het is een beetje kut. We moeten heel lang wachten. En toen was het bijna aan de beurt. En zij moeten allemaal nog wachten. Een intergroepje. We hebben zelf een spelletje gedaan. Het is heel leuk. Ik ben benieuwd wat het zal brengen deze week. Een paar leuke mensen. Volgens mij is zij wel leuk. En hem ken ik van mijn middelbare school, is ook wel tof. Eva, wat vind je van de intro? Wat vind je ervan? Niet achter mij. Waarom nou weer achter mij? Oh, ik vloek jou en camera. We gaan nu naar de redactie toe om dit filmpje af te leveren. Het is de eerste draaidag geweest en
Ja, spannend om mezelf morgen op tv te zien.